Ze wilde gaan trouwen, maar hadden geen woning. En daarom had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, dit was wel geen pracht. Maar het kon er niet schelen, ze waren gelukkig. En legde een bootje bij ons in de gracht. En we hebben een boot, hij ligt in de Amstel. Je kent het, we hebben een schaartje, het is ons ideaal. En we doen het liefde, wij zien het Amstel. Kom dan in het bootje, gerust allemaal. Maar op een dag zat plotseling Nelis. Kijk nou eens een leentje hoe dat nu toch komt. Ik zit die verdoring met mijn voeten in het water. Dus in de gaten als het taast in de rond. Het water steeg snel en de meubels die drijven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van baren konden ze zwemmen. Ze drijven de deur uit op de tafel. Ze hebben de schaap naar de kade getrokken. Daar stond ze heel vakkundig op de lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want het stof van de club is zo klaar van de drink. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeer, zo hem in een pit. Maar ze, jullie moeten hier wegwijzen, mensen. Jullie hebben de Amstel met een bootje besmet. We hebben een boot. Ik ben een kindje, laat het zien als ooit. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. Hoe je dat ook mogen noemen, hè? Ze hebben de schaat uit de Amstel getrokken. Ze protesteren, maar het gaf hem geen biet. Want u moet weten, het is Jan met de pet, maar die moeten ze hebben en de grote dus. En we hebben een oog, hij ligt in de Amstel. Heel mooi! Thank you.